Dit is tostadas, dat neem ik altijd 's morgens. De meeste mensen is een normaal ontbijt hier. En dit is de bepakking van de meeste mensen die laten hun spullen gewoon vervoeren en lopen met een klein rugzakje. Hier is een hotel waar je gewoon meer voor betaalt dan de herberg waar ik zat. Gisteren heeft een caminomaatje, zeg maar, mij een hypnotherapie sessie gegeven. En we waren aan het kletsen en ik vertelde gewoon een beetje over mijn een probleem van mij. En toen zei hij van, nou, ik kan je wel een hypnotherapie sessie geven. En ja, we zijn op de Camino, dus dan zeg je ja, want je krijgt iets aangeboden, niet voor niks. Hè? Net zoals ik gisteren al zei, niets gebeurt voor niets. En het was wel interessant, we kwamen gewoon meteen op de hartkloppingen. En ik heb trouwens een opdracht gekregen, 30 dagen lang, 5 minuten. Gewoon aandacht voor mijn hart, gewoon naar mijn hart luisteren. En hij zegt van laat het er gewoon zijn. He, die kloppingen, die hartkloppingen, die zijn er niet voor niks. Ik zei ook van ja, mijn hart vraagt heel veel aandacht. Nou, het is ook een teken van een krachtig hart gewoon. Bonzend hart gewoon. En je kunt het ook zo bekijken. Laat het er gewoon zijn. Laat het gewoon krachtig bonzen. Misschien moet ik al meer vanuit mijn hart leven. Dat soort dingen, weet je wel. Dus ja, dat was mooi. Maar wat ik doe, is ik probeer het weg te krijgen en te onderdrukken en zo. En dat is dan precies wat je niet moet doen. Laat het er zijn. Wauw. Weet je wel, zoiets. Ja, interessant. En als tegenprestatie heb ik hem een mooie review gegeven op zijn site. Even mijn Camino mix bijgevuld. Hi, ik ben Erik Rijf en dit is Judith. Hoi. We hebben elkaar ontmoet op de Camino. We hebben 4 etappes gelopen. Wij gaan weer terug. Wij gaan terug richting Frankrijk. Wij gaan daar nog een mooie wandeling maken. Yeah. Judith die zal ooit nog een keer de Camino helemaal aflopen. Heeft nu vanaf Jean-Jacques de Pied-de-Port gelopen. Yeah. We wensen jou natuurlijk ook nog een hele fijne route en een veilige route. Ja, dankjewel. Ja, Nederlanders komen elkaar toch wel weer tegen. Ja. En wie weet treffen we elkaar nog een keer ergens op het wandelpad. Ja, dat zou leuk zijn. Dat zou superleuk zijn. Ja. Oké, okay, nou goede reis en bon fijne Camino. Vakantie. Ja, bon dankjewel. Hoe kun je nou eigenlijk boos worden op iemand waar je van houdt? Hè? En bijvoorbeeld, hoe kun je boos worden op kinderen? Als je van ze houdt. En wat doet dat met je hart? Als iemand die van je houdt boos wordt op jou. Dat is iets.
ziet er wel leuk uit eigenlijk, deze albergen. Het is er doodstil, er is niemand. Maar ja, ik zit ook van alles te organiseren om me heen. Misschien is het echte loslaten wel gewoon het loslaten van het organiseren. Erop vertrouwen dat wat kan er nou gebeuren, zoiets. En als er iets gebeurt, niks gebeurt voor niks. Gewoon niks meer organiseren. Gewoon het hart volgen. Het hart gewoon de ruimte geven in de figuurlijke zin. Maar gisteren kwam in die sessie ook naar voren. Dat ik zo graag... Ik zei, I wanted to be caressed as a child. Wat krijg je op deze lange paden? Dan ga je gewoon, ja, wat moet je dan? Nadenken. Perfectie, hè? Perfectie bereiken, dat past ook in dat tweede spectrum. Gewoon, als je alles om je heen goed wilt organiseren... De eerste week van augustus was ik op een vaste week en iedere dag trokken we daar een kaartje. En de eerste kaart die ik trok was vertrouwen. En alle andere kaartjes, er waren nog vier, want het duurde 5 dagen, waren allemaal dat ik mijn kennis moest delen, mijn wijsheid moest delen. Nou, dat ben ik aan het doen. Kijk, een ooievaarsnest. Bovenop dit fabriekachtig ding. In de herfst laten de bomen de blaadjes los. Daar woont vast een rijke, katholieke, oude Spaanse boer.